Meuse is een havenstad en de toegangspoort vanaf de Westerschelde naar het achterliggende kanaal van Gent naar Terneuzen. Het sluizencomplex is met 3 sluizen en 6 bruggen een indrukwekkend bouwwerk en belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in Terneuzen. Maar er zijn flinke knelpunten bij het huidige sluizencomplex. De schepen worden steeds groter en het scheepvaartverkeer is in de loop der jaren enorm gegroeid. Daardoor is de doorstroming niet optimaal en niet alle schepen passen nog in de sluizen. De schaalvergroting van de schepen zet zich door. De laatste tientallen jaren is echt gigantisch gegaan. De schepen zijn groter geworden. Dat is ook wel een reden dat het natuurlijk af en toe de wachttijden wel wat langer zijn dan de sluizen momenteel. Dat je er wel voor komt en dat je dan inderdaad de schutting moet wachten als je een paar grote voor hebt. Of de duwkonvooien, de duwbakken met 4 bakken. Een robuuste nieuwe sluis met meer capaciteit is de oplossing. En die komt er. Het wordt een van de grootste sluizen ter wereld. Vergelijkbaar met die in Amsterdam, in Antwerpen en in Panama.